Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van de vlogkundige. En we hebben het deze maand over het thema voeding en vitamine. En we hebben tot dusver hebben we een video gehad van Lisa, waar ze het had over uh, wat geadviseerd wordt mee op te passen tijdens de zwangerschap en eventueel niet te eten. En we hebben ook een blog gehad over vitamine. En ja, tot dusver hebben we best een beetje gehad over wat moet je niet doen. En ik wilde heel graag ook jullie laten weten wat je juist eventueel wel zou kunnen doen. En daarom ben ik vandaag met Miranda. Ja, welkom ja. in mijn keuken. Ja, inderdaad, we staan in jouw keuken. <laughs> Superleuk dat ja. heb je hebt uitgenodigd. Ik, um, nou, ik ben Miranda Zaat. Ik ben voeding- en uh, lifestylecoach. Ik heb mijn eigen praktijk, praktijk aan huis. En um, ik begeleid vooral uh, vrouwen naar een gezondere leefstijl en ook uh, zwangere. Ja. Uh, zwangere vrouwen die bij jullie in de praktijk ja. uh, komen. Dus, ja, uh, onder andere ook inderdaad, ja. Ja, en um, ik wil het dus heel graag hebben over wat mag je nou wel eten. En um, er wordt altijd geadviseerd om uh, gezond te eten tijdens zwangerschap. Maar dat is natuurlijk ook gelijk de vraag, wat is nou gezond eten? Hoe kunnen we dat nou het best omschrijven of vertellen? Ja, gezond. Um, gezond vind ik altijd inderdaad een, uh, ja, een uh, grote begrip. Um, er is natuurlijk heel veel uh, over te zeggen. Van wat is nou gezond? En um, ik praat in mijn praktijk eigenlijk uh, met, um, ja, met de cliënt eigenlijk meer over... Uh, ja, hoe kan ik nou een voedzame maaltijd op tafel uh, toveren? Hoe kan ik nou een, een, um, een volwaardige maaltijd mm -hmm. uh, maken? En uh, dan, dan doe ik eigenlijk op van... Oké, okay, maar waar zitten dan uh, de juiste voedingsstoffen in? Um, zodat je ook energie krijgt en ook de ontwikkeling van je kindje natuurlijk. Ja, um, uh, ja wat ten goede komt. Uh, maar ook voor later. Ja. Dus op het moment dat een kindje geboren is, je geeft het eigenlijk als blauwdruk, geef je het mee aan het, uh, aan de, aan het kind. Ja. Dus uh, jouw status als moeder is super belangrijk uh, ja. voor, de rest van de, uh, voor de rest van het kind zijn leven, ja. eigenlijk. Daar heeft hij, heel veel, hij of zij heel veel profijt uh, ja. van. Yeah. Ja. ja. En dan horen we natuurlijk naast gezond eten, dat je ook altijd uh, gevarieerd moet eten. Ja, gevarieerd is, uh, is een. Uh, ja, is een uh, breed, breed begrip, hè? Een breed begrip, maar, inderdaad. Maar het is ook altijd een beetje vaag. Van, wat, wat is nou gevarieerd? Is dat dan dat je elke dag iets anders moet eten? Of. Um, ja, wat, ja, Gevarieerd, um, gevarieerd is um, eigenlijk uh, ja, belangrijk om, um, om zoveel mogelijk uh, van alles wat je eet de juiste voedingsstoffen binnen ja. te krijgen. Mm -hmm. Um, en uh, zo min mogelijk eigenlijk de, de, ja, de, de minder goede. Ja. Um, ja. Ik vind het altijd heel erg uh, lastig om te zeggen goed en slecht. Want ja. ja, wat is goed en slecht? Um, ja, in alle voeding zitten ook um, ja, uh, uh, gifstoffen. Of weet je, er zitten mm -hmm. altijd wel in bepaalde dingen zitten er wel, uh, stoffen ja. die niet helemaal goed voor ons lichaam zijn. Ja. Dus um, als je dan volwaardige voeding eet, dus um, uh, onbewerkt, um, zo puur natuur mogelijk, uh, niet te veel uit pakjes en zakjes, ja. Um, ja, dan kom je um, uit in, um, in, in de gezondere categorie, ja. zeg maar. Ja. Als je um, gaat kijken naar het, uh, de bewerkte dingen, mm -hmm. dan, um, ja, dan, dan zitten er toch heel veel andere stoffen in die ja. niet goed voor ja. je zijn. Ja. Dus, um, Hey, een soort van, even praktisch, um, moet ik dan echt altijd iets anders koken, zeg maar, om gevarieerd te eten? Uh, nou, in de avond zijn we het eigenlijk allemaal heel erg gewend ja. om uh, gewoon uh, uh, iedere avond wat anders ja. te eten. Uh, in ieder geval, uh, dat gebeurt vaak. Uh, en in de ochtend en in de middag, ja, er zijn mensen die gewoon altijd een broodje kaas eten. Ja. Of gewoon heel standaard hetzelfde eten. Um, en je hoeft echt niet elke dag wat anders te eten. Maar je kan bijvoorbeeld wel een top 3 of een top 4 ja. van je lekkerste uh, ontbijtjes maken. Of van je lekkerste lunch. En uh, daar gewoon in gaan afwisselen. Ja. Zodat je ook uh, dus, uh, die variatie daarin ja. hebt. Maar wat je ook in het avondeten zou kunnen doen. Is om gewoon eens te kijken van welke groentes. Uh, welke kleuren groentes hebben we eigenlijk allemaal. En op basis daarvan. Uh, uh, je keuze maken, dus uh, vandaag eten we witte groenten en uh, morgen eten we bijvoorbeeld groene groenten. Ja. En, uh, nou, een rode of oranje groente uh, of gele groente, ja. Mm -hmm. uh, je kan het zo gek niet bedenken. Nee, precies, oké. Okay. Dus uh, op die manier uh, kan dus je dat ook jezelf... zelf. verschillende uh, kleurige groente is dus eigenlijk s'avonds al gevarieerd eten. Uh, nou, niet alleen dat. Ik zou ook afwisselen in je lunch en ook in je ja. ontbijt. Ja. 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 Maar voor het avondeten specifiek, gewoon dat zou echt al een hele mooie afwisselend en dus variatie ja. betekenen. Ja. Ja. ja, maar je zou het okay. natuurlijk ook op een, op een avond zelf al kunnen doen: dat je zegt van ik, uh, ik eet twee verschillende kleuren groente groenten. Ja. Of ik eet uh, vandaag uh, vegetarisch ja. en uh, we eten nog een extra kleur groente erbij. Ja. Uh, Oké. Okay. Op een manier. Nou, dat is dan best wel duidelijk: hè? gezond en. Variatie, dus dan heb je het over volwaardige voeding. volwaardige voeding en voedzaam. En gevarieerde voeding heb je ook eigenlijk ja. al uitgelegd. Ja, en natuurlijk snel en gemakkelijk. Dat ja. wil je natuurlijk ook. Ja, inderdaad, dat is wel fijn. <laughs> ja. um, maar dan hebben we natuurlijk, en dan pak ik het even terug naar als vloskundige, heb ik ja, regelmatig vrouwen die uh, misselijk zijn en daardoor bijvoorbeeld of juist de hele dag door een klein beetje moeten eten om dat misselijke gevoel tegen te gaan of juist helemaal niet. Uh, willen eten, geen eetlust hebben. Ja, dat is vervelend. Ja, zeker, maar het komt wel heel veel voor. Ja. ja en heb je, wat, ja, wat kunnen ze daar nou eigenlijk mee doen? Wat is daarin belangrijk? Um, nou, ik zou zeggen, voor de, wat ik adviseer is eigenlijk de mensen die, uh, de vrouwen die toch eigenlijk uh, de hele dag door honger hebben, mm -hmm. om te kijken: van um, uh, probeer dan uh, kleinere porties te eten. Maar okay, dus ook ja. uh, kleinere porties in de avond. Ja. Dan dus dat je je maaltijden gewoon wat kleiner maakt. Maar dat je dus dan ook meer, uh, ja, meer kan eten. Um, of in ieder geval wat verk verkrenter kan eten. En kijk daarbij ook naar wat je eet. Want ja. dat is natuurlijk belangrijk. Van, ja, we kunnen ja. zes keer op een dag een uh, uh, voorverpakte voor tussendoortje mm -hmm. pakken. Ja. Tussen de maaltijden door. Zo wel makkelijk. Is makkelijk, ja. maar vaak zitten daar dus weer heel veel stoffen in die dus niet goed zijn nee. voor ons lichaam. In ieder geval die jou geen energie geven. Nee. En jouw lichaam die zet energie ook uh, om. Um, so, uh, uh, de energie die je binnenkrijgt van de voeding, die wordt omgezet uh, voor het kindje. Ja, en die om zodat die kan gaan ontwikkelen. Ja, ja en dan mis je dus ook alweer stukje ja. variatie natuurlijk daardoor. Ja, ja. Mm. en het is gewoon heel erg belangrijk om uh, ook als, uh, als mama zijn er uh, veel. Uh, variatie te eten, zeg maar veel verschillende groentes... om daar nog even op terug in te haken, mm -hmm. wat jij net ook zei. Um, uh, zodat de baby ook alvast um, natuurlijk uh, ja, veel smaak voorbij ja. uh, ziet komen. Ja, precies. Dat ja. is ook helpend. En nog even terugkomend op uh, de ja, pak dan niet voorverpakte mm -hmm. uh, tussendoortjes. Wat je daarmee ja. zou kunnen doen is van... Uh, kijk, um, kijk naar de, de, ja, de gezonde varianten. Ja. Zoals bijvoorbeeld, uh, zet een pak crackers op je werk... Ja. Uh, koop een, uh, een, uh, een, een bakje hummus of ja. huttecase uh, of, -case ja. of uh, gewoon een plakje kaas, als je dat lekker vindt. En dan, ja, beleg dat uh, dan even op dat moment. En het is eigenlijk net zo snel klaar ja. als dat je even dat naar de zeker. kast loopt, uh, dus of helaas iets pakt ja. uh, en hem nog open moet ja. maken. Precies. Het ja. is dus en... dus alleen meer die. Die, die, die omschakeling ja, van mensen die switch dan. ja van oké okay. ja. ja ja dus eigenlijk als je dan uh, dan is dat een praktisch is dat eigenlijk heel goed te doen en je krijgt direct de juiste voeding binnen op die manier ja, ja. want uh, uh, kijk um, als jij gewoon of een boterham neemt of uh, je neemt uh, een bakje magere kwark ja. Um, nou ja een boterham of een cracker is natuurlijk goed ja. voor de vezels en is weer goed voor je darmwerking ja. Als je dan gewoon aan een bakje kwark gaat, dan is het weer goed voor de eiwitten. En die ja. heb je weer nodig um, voor de opbouw uh, van alles: uh, van alle cellen ja. en um, nou ja, spieren, natuurlijk. Ja. Ja, ja. dus ook degene die misselijk zijn, het zal zeker lastig zijn, maar kunnen ja, door wat dingen aan te passen ook nog gewoon gezonde, uh, gevarieerde voeding winnen krijgen. Ja. 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 Okay. ja, en als je het niet kan, als je het lastig vindt om, om te eten. Ja. Uh, want dat gebeurt natuurlijk ook. Ja. dat je helemaal geen eetlust hebt. Dat, dat je ja. heel veel Ja, en uh, ja, pak dan ook die dingen die ja. we net opnoemden. Ja, dus of fruit, of groenten, of ja. uh, dat bakje kwark, of die krakker met wat lekker beleg. Want dan heb je, ja. als je vaak wel trek hebt, een beetje wat meer hartig, dan kan ja. je dat wel nemen. Precies. En dan hebben we het natuurlijk nog niet over de zoete dingen nee. gehad. Uh, nee, maar dat is, dat... Voed... Voed... dat is misschien voor de voeding van de volgende keer, uh, film. <laughs> kunnen we dat nog een keer doen? Ja, ja. oké, okay. duidelijk. Goede tips waar we wel wat mee kunnen. Nou, nou we hebben het net een dan gehoord over wat nou gezonde, gevarieerde voeding is. En nu willen we natuurlijk uh, iets praktisch weten. Dus uh, ja, wat kunnen we nou gezond. En gevarieerd uh, tijdens de zwangerschap eten. Nou, um, als je zwanger bent, dan mag je natuurlijk geen carpaccio bijvoorbeeld. Nee, helaas. En dat is wel iets wat vrouwen heel graag willen. En dat heeft ook denk ik wel met name te maken met waar je, je op focust. Ja. Hetgene wat je niet mag. Dat, uh, dat wil je heel graag. Ja, dat wordt natuurlijk een groot ding dan. Hè? Ja, ja. ja, dus ik denk dat daar vrouwen ook wel nog extra... Uh, ja, Mee bezig zijn? Ja, mee bezig zijn. Ja, ja. Dus ik had tijdens mijn zwangerschap van Reza... had ik ergens gezien, gelezen... Uh, zwanger, het broodje zwangerschapscapaccio. En dat is dus met een overheerlijke pastrami. En pastrami uh, is eigenlijk, ligt eigenlijk niet als vleeswaren in de winkel. Maar je kan bijvoorbeeld wel gewoon bij de stager vragen of ze het hebben. En anders kunnen ze het gewoon bestellen. Okay. En je kan het dus, zoals je ziet, in een... Uh, gewoon op een, op een bordje zoals carpaccio uh, ook uh, gemaakt ja. wordt, uh, aanvragen. En uh, nou, je kan daar een heerlijke sandwich van maken, natuurlijk. Of uh, straks met kerst, als jij uh, als enige geen carpaccio mag mm -hmm. en de rest allemaal wel, kan je hem ook gewoon uh, als uh, carpaccio opmaken. Nou, oh. lekker met wat rucola, een tomaatje, bij een boompitje en, uh, en uh, een dressing naar keuze, natuurlijk. Uh, nou, ik heb er dan nu pesto op gedaan. En ik vind balsamico crème altijd erg lekker. Dus dat doe ik er ook even overheen. Lekker. En dan uh, denk ik dat hij zo. Nou, uh, ja, ik had hem natuurlijk al even voorbereid. Uit. Zo even ja. opgediend kan worden. Ja, en dan kan je gewoon als zwangere kan je gewoon toch nog je karpatje krijgen. Ja, ja pastramie is gerookt, uh, gepekeld gerookt rundvlees uit mm -hmm. Roemenië. En het is gewoon lekker gekruid ook. Ja. Met knoflook en uh, basilicum, een, en een klein beetje. En dus niet rauw. En niet rauw. Ja, en ja. Nou kan je Echt niet een eten. topper. Ja. Nou, dit is denk ik echt een hele goede die... Uh, ja, ja. ook als niet-zwanger vind je hem ook heel lekker. Ja, ik ben ja. benieuwd. We gaan hem zo eens ja. even proeven, hè? Ja. 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 Oké. Okay. Leuk. Nou, en dan heb je ook nog iets anders, Janne. Ja, ik heb uh, een linzenschotel gemaakt. Linzen, en die... ja. Ja, linzen. Dat is een pulvrucht. Okay. En dat is eigenlijk... Uh, een vervanger. Kan je als vervanger zien van uh, bijvoorbeeld vlees. Ja. Zoals dus als je een keer vegetarisch wil eten. Sta ik hier leuk met <laughs> En als je een keer vegetarisch wil eten. Dan kan je bijvoorbeeld uh, ja, een linzen, uh, linzen daarvoor gebruiken. Ja. Uh, of andere peulvruchten natuurlijk. Bonen of uh, um, um, kikkererwten. Ja. Uh, nou ja, ja. dat soort dingen. Uh, nou, ik heb nu gekozen voor een, een linzenschotel met uh, verschillende groenten. Uh, en zoete aardappel. Ja. En um, er zit ook paprika in, ja. en die bevat weer veel vitamine C. Ja. En dan met name de rode paprika. Ja. En er zit ook spinazie in, en die bevat natuurlijk veel ijzer, en dat ja. is natuurlijk goed voor onze zwangeren. Nou inderdaad, ja. En um, die vitamine C uh, in die paprika, die zorgt er weer voor dat je uh, ijzer goed opgenomen ja. wordt ja. in je lichaam. Ja. Dus voor degenen die ijzertekort hebben, hebben uh, zou dit dus eigenlijk echt een heel goed Zullen ja, die combinaties van uh, uh, ja, producten met ja. vitamine C ja. en ijzer, is ja. wel goed om te doen. Anders ja. wordt het uiteindelijk nog niet opgenomen. Precies. Uh, ja. zeg maar. En er zit ook zoete aardappel in, een uitje, aubergine, kidneybonen. Dat is ook natuurlijk uh, bonen zijn ook, uh, ja. en ook uh, een pulvrucht. En knoflook, en wat kruiden zoals uh, koriander, ja, zaad, en dan gewoon uh, de, de poeder, zeg maar. Um, komijn, ja. ook de poeder ja. en peper ja. um, dus veel groenten zit ja. erin en met ja. name dus die linzen die zijn dus heel erg interessant want die zijn dus ja dat is een bron van eiwitten ja. Ja. en uh, die is ook gewoon heel erg uh, interessant ja. Ja. en in combinatie als je dus inderdaad um, um, vlees even weg wil laten ja. is dit natuurlijk ook ja. een uh, mooie vervanger en linzen ja is nog niet heel erg bekend nee. bij veel mensen wordt dat niet zo eigenlijk heel zelden ja? Oh, nou, ik vind het dus heerlijk. Je kan nou, het in het overschoten lekker, ja. doen. Je kan ja. het door je wraps doen in plaats van gehakt. Je ja. kan, ja, je kan eigenlijk alles mee doen. Ja, nemen. precies. Of bij je lekkere ja. Pokeball. Of, uh, ja, nou, goed je idee. Dat. Ja, okay. salade. Nou, ook daar. Die ben soep? is erg uh, benieuwd. Dat ook nog ja? in je soep. Ja? ja allemaal. Oké. Okay. Ja. Okay. Nou, goed om te weten. Goede en maar... hij is wat gegratineerd met uh, uh, geitenkaas. Ja, en precies. wat geraspte kaas. Uh, ja, en dan heb je gewoon een hele. En je kan het natuurlijk jezelf heel makkelijk maken door gewoon een zak uh, groente gesneden te, ja. uh, Maar je kan ook gewoon... Uh, ja, het dan groenten, weer even, om het dan weer even wat uh, sneller te houden. Ja, ja, ja. ja. oké. Okay. Ja. Nou, fijn. Goeie tips. Ik ben sowieso benieuwd naar hoe het smaakt. Ja. Dus dat nog wij straks nog eventjes gaan ja. doen. Uh, maar uh, ja, heel erg bedankt. Tot uh, dusver. Voor je goede tips. Ja, we ik zouden dat het weer, heel denk ik he? eigenlijk nog wel uren over kunnen heel kletsen. Heel veel video's. Je zou goed. al je recepten bij wijze van spreken kunnen... Kunnen uitgaan Ja, dat is misschien wel een goed idee. Ja, <laughs> misschien voor nu wat uh, aan de lange kant. Ja. Yeah. Oké, okay, nou we willen jullie in ieder geval weer heel erg bedanken voor de, het kijken naar deze video. En als je het een leuke video van, vindt, uh, laat het dan ook eventjes weten. En misschien hebben jullie zelf ook nog wel een paar leuke tips voor uh, uh, gezonde uh, voeding, maar ook dus misschien voor als vervanger voor dingen die je niet mag tijdens de zwangerschap. Dus dat horen we heel graag. Dus laat alsjeblieft een uh, bericht achter. Ja, dus misschien je... over andere vragen, kan ook nog. Ja, over ja. andere vragen, we horen het heel graag. Ja. Uh, misschien specifiek inderdaad aan jou. Je ja, of vraag ook uh, hulp inderdaad uh, aan, uh, aan mensen die ja. er inderdaad uh, verstand van hebben. Als je er moeite mee hebt om te, te bedenken wat je, ja. uh, wat je kan eten. Precies, ja. Dus, uh, ja Want je kan er wel. heel veel mee doen. En inderdaad, er zijn heel veel mensen die jullie erbij uh, kunnen helpen. Ja. Dus vraag hulp, dat is soort ja. tip die we nog ja. mee willen geven. Oké, okay. bedankt voor het kijken. Ja, superleuk. Ja. tot de volgende keer. Hoi hoi.